Cargill is een van de grootste private bedrijven ter wereld die eigenlijk in verschillende businesses actief is. Onze plant is actief in de voedingsmiddelenindustrie, waarbij we maïs en tarwe verwerken tot hoogwaardige eindproducten. Zo produceren we verschillende zetmelen, maar ook ethanol en glucosestropen. Wereldwijd heeft Cargill 155.000 werknemers en lokaal zijn het er in Sas van Gent 350. De gemeenschap is voor Cargill heel belangrijk en daarom heeft Cargill eigenlijk het Cargill Cares Council opgericht. En wat houdt dit in, is dat we verschillende initiatieven in de gemeenschap gaan steunen. Als voedingsmiddelenbedrijf vinden wij het heel belangrijk om een organisatie zoals Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen te steunen, omdat wij ook wel een directe link hebben met de voedingsmiddelenindustrie. Voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen sponsoren wij jaarlijks het brandstofverbruik, zodanig dat zij telkens met hun busjes de benodigde materialen naar de verdeelpunten kunnen brengen. We hebben ervoor gekozen om een samenwerking met City Marketing op te starten, omdat wij naar Zeeuws-Vlaanderen, maar ook naar nieuwe werknemers, willen tonen wat wij als bedrijf betekenen voor de omgeving en welke producten wij eigenlijk produceren. 16 jaar geleden ben ik begonnen thuis. Dat duurde niet zo lang en dat paste natuurlijk niet meer in mijn huiskamer. Toen ben ik naar de gemeente gegaan van, goh, kunnen jullie me helpen? En die hebben toen kreeg ik een schooltje toegewezen. Dus daar ben ik dan verder gegaan. Maar zijn mensen wel meer. En zodoende ben ik dan naar de gemeente Hulst en Sluis gegaan. Nou ja, en zo zijn er 7 verdeelpunten ontstaan. En net als van de week, ja, hebben we 610 pakketten te maken. Alle verdeelpunten hebben een eigen vrijwilligersgroep. En we hebben ongeveer 100 vrijwilligers over heel Zeeuws-Vlaanderen. We hebben een samenwerking met Cargill. En zij sponsoren de diesel. Nou, dat scheelt natuurlijk heel veel, want er moet natuurlijk veel opgehaald worden iedere week. Ja, dat is op jaarbasis is dat natuurlijk een flink bedrag, waar we dan ook heel blij mee zijn. Eén keer per jaar doen ze heel Cargill bakt. En daar de opbrengst van krijgen wij ook altijd overhandigd. Dus daar zijn we super blij mee. Ja.